Om elke burger tegemoet te komen bij het realiseren van het bouwen van een huis, hebben de bankinstellingen gisteren een ontmoeting gehad voor het bespreken van een mogelijke aanpassing van de voorwaarden. Dit gaf minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken vanmorgen aan tijdens een persconferentie. Met deze mogelijke nieuwe optie willen de banken ook aan personen met lage inkomens een eerlijke kans bieden. Aan het begin van dit traject waren niet alle bankinstellingen een partner, maar ook hierin komt er mogelijk een verandering. De bewindsman legt uit hoe dit moet gaan werken. En men is bezig gekeken om het bedrag te verhogen. Dan kunnen ook andere mensen een huis bouwen. En bij AHP is er inderdaad iets. Kijk, het bedrag van 9000 euro is maximum. Gratis. En 6000 mag je lenen. Dus in totaal kan je $15.000 krijgen. AHP geld is niet voor, voor de hoge klas. Is juist alleen voor de lage inkomensgroep. Maar het bedrag dat je mag lenen, bepaal jij niet. Het systeem bepaalt voor je tot waar je mag lenen. Dus bij de ene gaat het maar $2000 zijn, bij de ander 6000, bij de ander 7000, maar maximum tot 9000. Dus AHP is bedoeld voor juist deze groep mensen in het hele land. Ik moet je ook zeggen, AHP is al vol. De aanvragen zijn maximum, zijn al boven. Dus in feite, tussen aanhalingstekens, niemand kan meer indienen. Mogelijkheden worden bekeken om een tweede fase in te gaan met het Affordable Housing Project. Voor nu wordt gewerkt aan het in kaart brengen van een plan van aanpak voor de mogelijk nieuwe maatregelen.